Raymond, goedemorgen. Hoe is die? Ja, prima. Ja? Jij mag kousen en schoenen uitdoen. Tijdens middelbare schoolopleiding kwam ik ook bij FC Den Haag. En mijn eerste trainer was zowel oud-prof als fysiotherapeut, Pieter Soeten. En toen wist ik zeker, fysiotherapie, dat is mijn toekomst. Ruimte bij Purvis. Purvis. Nou, dat scheelde weinig. Toen ik prof was, ben ik hier begonnen. En ik ben ook even full-prof geweest, maar dat vond ik een heel leeg bestaan. Gewoon wachten tot je ging trainen. En met toestemming van Den Haag ben ik toen gaan werken, halve dagen. Verdediger Edwin Purvis was in ruim 10 jaar nooit geblesseerd. Hoe komt het? Altijd gezorgd dat ik fit bleef. En misschien ook meer met mijn lichaam bezig geweest dan gemiddelde andere sporten. Waardoor ik eigenlijk altijd optimaal geprepareerd was voor training en wedstrijd. Purvis, Dane Purvis. Hielen via de lat. Bart-Jan, goedemorgen. Goedemorgen. Vandaag weer je rug. Ja, dat maakt het wel. Kan mij je rug even goed losmasseren. Okay. Zeg maar als het gevoelig is, hè? Even rustig ontspannen. Het soort voetballer dat ik was. Ik werd meestal afgeschilderd als een nette, het type harde werker, maar wel altijd in dienst van de ploeg. Deze foto was na afloop van het seizoen dat we ongeslagen kampioen werden. Als ik deze foto's in denk ik van ja, dat was wel heel gaaf. Normaal gesproken neem ik er wat meer afstand van. En met zo'n foto denk ik van ja, dat was top. Een beetje pijn is fijn, hè? Je moet wel wat voelen. Ja. Service on Purvis. Heel goed. Dat is het slogan, hè? Service on Purvis. Ja. Het voetballen zelf. Ik sta nooit meer aan de lijn te kijken bij bij Den Haag of bij een club waar ik na Den Haag ben gaan voetballen. Ik kan me niet meer zo boeien. Ik vind andere dingen interessanter. Bart-Jan, tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Hoi.